Dit is het nieuws met Tim de Vries. En Camilla Benink. En vandaag in het nieuws. Het sociaal leenstelsel verdwijnt. Zelfmoord van een huisarts. En Maxima opent het ziekenhuis in Zwolle. Het sociaal leenstelsel is vrijwel zeker van de baan. Dat is goed nieuws voor studenten. Het leenstelsel zou de basisbeurs moeten vervangen. Studenten zouden dan in plaats van de basisbeurs moeten lenen. De meerderheid van de Eerste Kamer steunt het voorstel niet. GroenLinks wil bijvoorbeeld een lager collegegeld en behoud van de overjaarkaart als eis voor het plan. Wordt er niet aan de eisen van GroenLinks voldaan, dan steunen zij het voorstel niet. Bram van Ooyk zegt dat als er geen geld naar het hoger onderwijs gaat, GroenLinks het voorstel niet zal steunen. Ze roepen in feite op de minister extra tijd te nemen om geld te zoeken en om mensen zekerheid te geven. De vraag naar regionale dagbladen blijft dalen. Het commissariaat voor de media stelt dat regionale dagbladen en omroepen reclameinkomsten mislopen. Dit komt onder andere doordat consumenten minder willen betalen voor de regionale media. Dit zal als gevolg hebben dat de plaatselijke media moet bezuinigen. Het commissariaat denkt dat dit ten koste zal gaan van de onafhankelijke lokale journalistiek. Als de afname van de oplages steeds minder wordt en de omroepen amper luisteraars hebben, is de kans groot dat binnen afzienbare tijd lokaal nieuws niet meer beschikbaar is. Een medewerker van de Gelderlanden vroeg wij hoe dit probleem ontstaan is en hoe het nu verder moet met de plaatselijke journalistiek. De oorzaak is dat er zoveel media zijn tussen andere media, waar vooral jongere mensen naartoe gaan, dat dagblad regionaal wat uit de gratie is. De ontlezing van voornamelijk kranten en tijdschriften hebben we ook last van. Van de redelijke kaalslag plaats op dit moment. En het internet is natuurlijk in opkomst gekomen, dus dat is uiteindelijk de belangrijkste oorzaak. We gaan er hier gewoon vanuit dat er toch een soort stabilisatie komt. Weliswaar op een wat lager abonnementenniveau dan een tijd terug. Die mensen die moeten wij gewoon een goed, kwalitatief, uitstekend product kunnen bieden. En daar zijn we mee bezig en dat is natuurlijk internet ook wel wat. Met het voor het snelle nieuws en korte berichten. En de duiding en de achtergrond die zit vooral in de gedrukte krant. En daar moeten we het mee gaan winnen. Vooral veel verbanden leggen, ons lezers uitleggen hoe zaken ontstaan en hoe zaken zich ontwikkelen. Dat is onze hoofdtaak. Het kan ook zomaar zijn dat alles met internet zo verschrikkelijk snel gaat en al die andere ontwikkelen dat de krant niet meer gedrukt wordt. Dus dat het allemaal op andere manieren naar de lezer gaat. Dan moet je heel voorzichtig doen, want we verdienen nu ons geld maar met papieren kranten. Dan moet je niet weggooien. Hoe precies dat je dat moet doen, dat weet eigenlijk niemand in de krantenwereld. Er zijn ook wel heel veel blunders mee gemaakt. Dingen die snel gebeurd zijn en de dingen die moesten weer teruggedraaid worden en zo. Dus het komt dat niemand daar ervaring mee heeft, dus dat is allemaal wat aftast. Op het moment zijn er 685.000 werklozen in Nederland. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekendgemaakt. De stijgende trend van de werkloosheid is daarmee minder sterk. De afgelopen 3 maanden groeide het aantal werklozen met gemiddeld 3.000 mensen per maand. In de eerste helft van het jaar was deze stijging nog 17.000 mensen per maand. Onder jongeren is het werkloosheidspercentage het hoogst met 16,5%. De werkloosheid stijgt op dit moment dus minder dan in het begin van het jaar, maar is nog veel te hoog. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat vandaag gezegd in reactie op de nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Asscher noemde de werkloosheid het grootste probleem van dit moment. De minister durft nog niet te voorspellen of de dalende stijging van de laatste maanden het begin is van een nieuwe trend, want, zei hij, dat zal de komende maanden moeten blijken. Er is in elk geval alle reden om volop door te gaan met de uitvoering van het sociaal akkoord. Er heerst onrust onder artsen na de zelfmoord van huisarts Nico Tromp. De huisarts werd 6 dagen voor zijn dood door de inspectie geschorst, nadat een melding was geweest dat hij morfine had toegediend bij een ongeneeslijk zieke patiënt. Deze patiënt overleed hierna. Bij het overlijden was een co-assistent aanwezig. Zij licht haar begeleider in en die maakte melding bij de inspectie. Kinderarts Niek Hofstee heeft zelf in zijn eigen beroepspraktijk ook te maken gehad met zaken van leven en dood. Had de begeleider van de co-assistent anders kunnen handelen? Ik denk dat hij met de co-assistent had moeten bespreken. Moet je luisteren, dit is gebeurd. Er is misschien een te hoge dosis morfine toegediend volgens de richtlijnen. Dat zou eigenlijk niet mogen.
En als ik in zo'n positie had gezeten, had ik het zus en zo gedaan. En was ik binnen de richtlijnen gebleven. Dat had hij met de co-assistent moeten bespreken. Maar dat hij zijn eigen weg heeft bepaald. Dat hij gezegd heeft, ik vind dat het volgens de richtlijnen moet. En deze man moet nader aan de tand gevoeld worden. Dat vind ik heel erg jammer dat dat gebeurd is. Dat had niet gemoeten. Er heerst onrust onder artsen over de vraag of morfine ze mogen toedienen bij ongeneeslijk zieke patiënten. Vindt u dat die onrust terecht is? Ik denk het wel. Want ik denk dat morfine een heel veel gebruikt middel is om een patiënt het leven comfortabeler te maken in terminale fase. En de discussie is dan, hoeveel morfine mag je in zulke situaties dan gebruiken? De Nationale Donorweek is maandag begonnen. In de Donorweek wordt er aandacht besteed aan orgaan- en weefseldonatie. BN'ers werven op dit moment donoren. Giel Beelen is één van die BN'ers. Reporters van Nieuwslab gingen op pad en vroegen naar zijn motivatie. Heel belangrijk, omdat het gewoon, ja, omdat mensen gewoon moeten aangeven wat ze willen. Ik ben helemaal niet, kijk, ik zelf ben heel erg voor dat mensen zeggen, ja, ik sta alles af. Maar dat vind ik nog niet eens het belangrijkste. Ik weet gewoon vanuit ervaringen, ook inmiddels ook van verhalen van luisteraars, dat het soms heel, ja, onhandig, vervelend kan zijn als het niet duidelijk is wat iemand zelf had gewild. Dus dat is precies de reden waarom ik denk, jongens, laat weten wat je, nou, wat je vindt. Beslis over je eigen lichaam. Op welke manier probeer jij donoren te werven? Nou, door natuurlijk, wat ik de donordag heb gedaan, dan zet je gewoon je eigen netwerk in en dan bel je mensen die ook een groot netwerk hebben om zoveel mogelijk mensen in ieder geval te overtuigen van dat ze het aan moeten geven, ja of nee, is dan heel erg de gedachte. En je status als BN'er die werkt natuurlijk ongelooflijk mee, ja, met donoren werven. Ja. Maar als jij nou geen BN'er zou zijn, zou je dan alsnog zo erg meeleven met de medemens en dus ook proberen zoveel mogelijk donoren te werven? Ja, ik ben wel gewoon wie ik ben. En het is vaak zo dat het podium dat ik heb, namelijk mijn radioprogramma, dat gebruik ik waar ik kan voor mooie dingen. Maar het zijn altijd wel dingen die ik zelf ook echt in mijn hart voel. Dus ja, het is een beetje voor mij bijna lastig om te denken. Want ja, ik ben gewoon door en door radio en mijn ochtendprogramma maak ik al jaren en zo. Maar ook zonder dat programma zou ik in ieder geval zeker zelf donor zijn. En zou ik ook wel mensen daarvan proberen te overtuigen, denk ik. Politie IJsseland waarschuwt voor een groter aantal inbraken de komende tijd. Dat melden zij in een tweet vanochtend. Reden voor de groei is het steeds vroeger donker worden in verband met de naderende winter. De politie is het donkere dagen offensief gestart en hiermee willen zij mensen alert maken op diefstallen en inbraken. Huiseigenaar Peter Bakker vindt het veel ophef om helemaal niks. Ik bedoel, in de zomer ga ik bijvoorbeeld op vakantie. Dan ben ik eigenlijk alerter dan nu die donkere dagen er zijn, zeg maar. Oké, dus en waarom is dat? Waarom ben je dan alert? Nou, doe je nu of in de zomer? Waarom ben je in de zomer alert? Nou, kijk, ik ga nogal vaak op vakantie. Ziekenhuis geopend door Maxima. Onze koningin Maxima heeft vandaag het Isala ziekenhuis in Zwolle feestelijk geopend. De koningin heeft in de anderhalf uur dat zij aanwezig was met zowel artsen als architecten gepraat. Onze reporters waren ter plaatse. Bent u bij de opening ook zelf geweest? Ja, daar waren we bij. En wij dachten zelf dat het om 9:30 begon. Maar het was dus 10:30, dus we konden het mooiste plekje. We stonden voor een briefkaart op de eerste rang, zeg maar. Heeft u toevallig de koningin ook nog gezien? Die hebben wij gezien. Ook nog foto's van gemaakt. Alleen een van de heren die daar staan, zo'n pakje aan, die ging er dus pal voor staan. Ja, dat was een beetje jammer. Wat vindt u van het gebouw van dit ziekenhuis? Want het is niet echt een standaard gebouw voor een ziekenhuis. Best wel veel kleurtjes. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik schitterend. Kijk, je kunt natuurlijk ook een grijze bak beton neerzetten met bedden erin. En dat is, ik vind dit mooi. Ook voor mensen die naar patiënten toekomen, die het misschien slecht hebben, kom je toch niet bij zo'n heel grauw-grijs gebouw dat je nog verdrietiger wordt. Het was erg druk, heel veel mensen. Iedereen was op de hoogte. Dat idee kregen we. Want de patiënten konden eigenlijk niet meer binnenkomen vanwege de grote belangstelling die er was. Is Maxima zelf ook langs de patiënten geweest? Ze is op het ogenblik, als het goed is, op de kinderafdeling. Want daar zou ze naartoe gaan. En nog even op de afdeling waar de vrouwen liggen. Daar ook even met iemand in gesprek. En dan nu het weer.
Vandaag is het half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor. In de loop van de middag neemt de kans op buien in het zuidwesten af. De wind is vrij krachtig. Aan de kust is de windkracht krachtig tot hard. Aan de noordelijke kust is er zelfs enige tijd een stormachtige wind aanwezig. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het blijft wel droog. Temperaturen liggen tussen de 6 en 11 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Temperatuur blijft hetzelfde als vandaag. Die hangen rond de 15 graden. Dit was het Nieuwslapjournaal. Ik was Tim de Vries. En ik was Camilla Benink.